Mijn naam is Karin Swinkels en ik sta op nummer 30 van de CDA-kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Ik ben juf in het basisonderwijs. Al sinds mijn 19e sta ik voor de klas en heb heel veel kinderen gezien en in de klas gehad. En sinds ruim 20 jaar doe ik dat in het speciaal basisonderwijs, weer met het jonge kind. Ik vind het heel belangrijk dat we in het onderwijs kijken naar wat kinderen wel kunnen, de talenten van kinderen ontdekken. En vanuit die talenten de kinderen het zelfvertrouwen geven om verder te ontwikkelen. En als je ziet dat er dan vanuit de overheid regelgeving komt die eigenlijk soms dat principe tegenwerkt, dan denk ik dat moet anders. Wij zien hier dat we een toename krijgen van leerlingen, omdat het passend onderwijs niet past. Niet past bij het kind en niet past bij de leerkrachten die het uit moeten voeren. Van de klas naar de kas. We zijn nu in het komkommerbedrijf van Ruud en Aad. Geweldig familiebedrijf en dit is waar we het voor doen. Gezonde voeding. En vanuit die sector komt zoveel kennis en innovatie op het gebied van energie. Van fossiel naar duurzaam. Er is niet alleen heel veel werk, maar vooral ook veel voor de jeugd aan uitdaging. Voor de techniek, plantontwikkeling. Ja, daar is gewoon heel veel ruimte in. De oplossingen liggen hier, in deze sector. CDA, 15 maart. Voor het land dat we door willen geven.